bij weer een nieuwe vlog van CF Vietnam. Nou, vorige keer hebben we gehad over het mengen, een mengresultaat, optimaal mengresultaat. Vandaag gaan we vooral dat stukje resultaat bij de kop pakken en daar de bij behorende koersignalen. Je ziet Irene al druk aan het schudden. Nou, laten we daar eens gaan kijken. Jim. Druk aan het schudden geweest? Ja, we hebben even de schudbox gebruikt en daarmee kijken wij of het rantsoen goed gemengd is. En nou, zoals jullie kunnen zien is het best wel mooi verdeeld. Want ja. Eigenlijk wil je dan zo min mogelijk in deze bak, de onderste bak hebben. Want de onderste bak, daar komt de krachtvoer achterin terecht. Dus heb je daar heel veel in liggen. Dan weet je dat de koe dus heel makkelijk het kan uitzoeken. En heb je hier te veel in, dan weet je ook, dan heb je een te grof rantsoen, zeg maar. Ja. En daardoor vallen de krachtvoerachtigen er ook makkelijker door. Want je wil eigenlijk het meeste ongeveer in deze twee bakken hebben. En ik heb zo net even de percentages al uitgerekend. En het komt mooi uit. Ja. Dus duidelijk. Top. Top. Ja. En waar kijk je nog meer naar als je hebt over koersignalen of het resultaat ook van het mengen, zeg maar? Ja, als melkveehouder kun je heel makkelijk zien als je het voer ervoor hebt gedraaid, zeg maar, komen alle koeien direct naar het voerrek. Ja, dat kunnen twee dingen betekenen. Of ze halen meteen de snoepjes op, zeg maar, dus de krachtvoerachtige, of ze hebben gewoon honger. Maar meestal voor voerselectie kun je heel goed zien dat de koeien gaan zoeken. Dus de hele tijd schuiven met de kop en dan vreten ze van die gaatjes naar beneden. En dat zijn wel echt voor selectie de belangrijkste signalen. Ja. De overige koersignalen doen we op de rooster 7. Nou, zullen we daar heen lopen? Ja, nou, Irene, net hebben we het gehad over voerselectie en dat soort dingen. Nou, nu staan we op de roosters. Kun je ook nog wat vertellen over koersignalen waar je net over had? Ja, we hebben eigenlijk, kijken wij als adviseurs toch naar 5 belangrijke koersignalen. Dat is de pensvulling van de koe, de mest van de koe, de conditie van de koe. Of ze lekker glans, zoals deze kun je gewoon mooi zien. Er zit een mooi glansje overheen, dus zo zien we het graag. Want als de haan rechtop staan of ze zijn een beetje dof, dan weet je ook dat rantsoen niet goed in orde zit. Ja. En een belangrijk is toch wel de herkauwactiviteit. Want dat geeft ook wel aan hoe vaker een koe herkauwt op een bolus, hoe mooier het rantsoen zit. En als ze te weinig herkauwen, dan heb je toch al gauw een verkeerde krachtvoer-ruwvoerverhouding. Wat? Hoeveel herkauwslagen wil je per minuut, Irene? Oh ja, je wil dus eigenlijk dat de koe minimaal 65 keer herkauwt per oprispeling. En dan kun je als melkveehouder heel makkelijk zelf gewoon tellen. Vaker is beter. Te vaak kun je ook afvragen of dit allemaal wenselijk is. Maar zit je toch ruim onder die 65, dan zit je krachtvoer-ruwvoerverhouding en je rantsoen wel scheef. Dus dat is wel toch wel een belangrijk koersignaal. Oh. Je had net ook over pensvulling. Ja. Nou ja, waar kijk je dan vooral naar? Ja, zoals deze vaas, die staat er mooi voor. Je ziet daar aan de linkerkant, de koe valt altijd als je achter de koe staat, links zit de pens. Dus let daar even op. Dat noemen wij de gevaren driehoek. Dat kun je hier heel mooi zien zo. Kijk, dit is de gevaren driehoek. En dat geeft aan of die pens vol is of niet. Dus is die, zit daar een hele deuk in, dan is de pens dus aardig leeg. Maar staat die zoals deze mooi naar buiten, dan geeft aan dat de pens goed vol is. En zo zien wij dat graag als adviseurs. Een mooie volle pens. En de mest? Ja, de mest. We hadden het dus de hele tijd al over voerselectie en dat het rantsoen goed gemengd moet worden. De mest. Wij willen graag als adviseur dat de koe een applausje geeft als ze moeten mesten. Dus zeg maar dat je zo de mest eraf komt. Ja, het klinkt misschien stom, maar dat geeft wel aan dat de mest mooi egaal is. En dat die niet te dun is, maar ook niet te dik. Dus je moet een mooi applausje hebben. En heb je nou veel spreiding in je mest, dan is het toch wel weer. Kijk even naar hoe je mengt en naar de selectie aan het voerrek. Maar je kunt dus eigenlijk ook op de voerhang luisteren naar de mest. Ja, je kunt het gewoon heel goed horen. Ik herinner me altijd gewoon aan een applausje. Dat is gewoon een ideale toon voor het vallen van de mest. Nou ja, duidelijk.
Nou Jim, we hadden het ook nog over de conditie als belangrijk koersignaal. Jullie doen op jullie thuisbedrijf de koeien meten qua conditie. Waar zitten jullie gemiddeld op? Ja, dat zal rond 3 of 3 1/4 zitten zo'n beetje. Ja. Ja. En waar kijk jij vooral naar? Wat vind je belangrijk met betrekking tot de transitieperiode? Nou ja, dat ze vooral niet te dik de droogstand ingaan. Ja. En in de lactatie zelf niet te veel afvallen. Niet te veel afvallen, ja. Ja, dus vooral laat ze niet aan het eind van lactatie te dik worden. Want dikke koeien in de droogstand leveren alleen maar problemen op met de opstaat met betrekking tot ketose. En vooral als je dan de koe uit de droogstand aan de melk hebt, zorg dan dat ze niet te veel afvalt, waardoor ze niet te veel in die negatieve energiebalans komt. Ja, dus droge koeien eigenlijk ook belangrijk. Ja, zullen we daar anders nog even kijken? Ja, laten we dat nog even doen. Nou, we staan nu bij de droge koeien. Je had net ook over de signalen, dan ook bij de droge koeien. Waar kijk je dan bij de droge koeien vooral naar? Ja, eigenlijk zijn alle 5 natuurlijk even belangrijk, maar met name letten we hier toch wel heel erg op de conditie en de penswil. Nou, bij conditie zoals bijvoorbeeld deze koe, die zit mooi in de conditie, want je wilt toch wel ongeveer bij de droge koeien wel een dikke 3 in de conditie scoren hebben. Want dan kunnen ze, als ze zijn afgekalfd, ook nog iets weggeven. Nou ja, en te dik is natuurlijk, dat levert alleen maar problemen op. Nou, duidelijk verhaal, Irene. Maar ik kan me natuurlijk voorstellen dat er wel wat vragen komen na zo'n uitleg over koesignalen en voerselectie en dat soort dingen. Maar wat moeten ze dan doen, Irene? Ja, dan moeten ze natuurlijk even bellen met ons natuurlijk, met CNV Den Ham.